Altijd als het bij jaren misging, dan deed ze alsof het bij mij ook misging. Toen heb ik er gelijk op om te zorgen dat het niet meer gebeurde. Ja, super druk, klein en schreeuwig. Oh, je hebt hier ook een antwoord op. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, even van werk, jaren. Je bent... controle? Goedemorgen en leuk dat je weer naar een nieuwe vlogmas kijkt. Vandaag voel ik me een stuk chiller en ik ben lekker met mijn twee lievelingsmannen van 2 meter lang op pad. Namelijk mijn tweelingbroer en mijn vriend. En Milan en ik hebben net een twin Q&A voor jullie opgenomen. Dus laten we die eerst even kijken en dan neem ik je daarna mee in deze dag. Hallo! Het is inmiddels 10 jaar geleden dat ik een blog begon en nog nooit heb ik een twin Q&A gedaan. Dus vandaag de eerste keer een Q&A met mijn lieve tweelingbroer Milan. Jullie hebben een heleboel vragen ingestuurd op Insta Stories die Jordi nu achter deze camera aan ons gaat stellen. Wat is jullie favoriete worstenbroodje? En waar is jullie favoriete worstenbroodje van? Oké, okay. Van deeg en gehakt bij mij, maar... Nee. Nou, de wereldkampioentjes uit Ter Heide vind ik heel erg lekker altijd wel. Oh, je hebt hier ook een interessant op te volgen. Ja, tuurlijk. Ik heb toch zo'n worstenbroodjes tour gedaan door Brabant ooit. Oh, ja. Ik stopte bij alle, bij de top 10, bij de top 10 van de wereld. Die van jou? Van oma natuurlijk. Van oma, ja. Ja. Geen idee waar die vandaan komen. Nee. Uit Roosendaal. Waarschijnlijk gewoon van de C1000. Dankjewel, tante Anneliese Margreet. Hoe is jullie band vroeger vergeleken met nu? Onze band. Ik ben ze bang natuurlijk. Wat hadden we een band. Hoe was die? Ik had zo'n klein keyboardje en daar had ik dan cijfers bij gezet, want ik kon er geen noten. Dan denk ik, 6, 18, 3 en midden met rap. Ja. Onze band vroeger, serieuze antwoord, was wel goed, toch? Wat is vroeger? Als kinderen. Nee, als kind was goed, ja. We speelden veel, toch? Ja. Ik vind dat moeilijk te vergelijken ook met de band tussen andere broers en zussen, want wij weten niet beter. We zijn maar met z'n tweeën, dus... Ja. We hadden niet veel gezien, toch? Alleen op vakantie als we een maand samen waren op het einde. Ja. Ja, we hadden echt een leuke band wel. Ja, we hadden echt de baas. Ja. We hebben zo'n bandje teruggevonden waarop we aan het spelen zijn. En dan zijn we echt 5 of zo. En dan ben ik super bazig. En dan Milan was dan altijd de slowste. En ik was altijd de slimste. En dan is hij zo. Het was een zeehondenkwartet. En dan is hij zo aan het spelen. Zo. Wat eet de z? En dan schreeuw ik zo. Zadel erop. Er staat zadel erop. En dan krijg ik weer ruzie. En dan zegt hij. Oh jij schept. Ik doe niet meer mee. Onze band was echt top vroeger. Op wat voor manieren lijken jullie op elkaar en op welke manier weer helemaal niet? We hebben allebei een grote mond. Letterlijk? Ja, letterlijk. Waar lijken we wel in op elkaar? Ik hoop echt weinig. Humor, helaas heb ik veel beter. Ik denk dat we wel allebei makkelijk met verschillende mensen om kunnen gaan. Ja. Zowel sociaal zijn. Opgewekt wel. Opgewekt. Jij wel constanter dan ik daarin. Dat is ook wel een constant opgewekt. Een groot verschil tussen ons misschien. Dat ik meer van de pieken en dalen ben en jij meer een soort van pieken. Zen bent. Eén grote piek. Nee. Ik denk dat ik helemaal niet ben lijk. Toch? Jij bent toch heel anders dan ik? Ja, we zijn wel echt anders. Ja. Milan is bijvoorbeeld rustiger. Mm-hmm. Liever in de basis. Jij bent wel echt een schatje. Wat doe je voor werk? Ik ben blij dat ik er niet op te antwoorden voor jou. Wat doe ik eigenlijk voor werk? Wat doe ik eigenlijk voor werk, Jaren? Je bent... controle? Zo relaxed dat je gewoon helemaal niet weet wat ik doe. Milan controleert geldstromen bij het bedrijf. Zo waar. Auditor! Dat lukt al heel lang niet meer. Dat lukt al lang niet meer. Overnames en fiches! Ting, 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 ting. Fiches en overnames. Die doe ik gewoon. Ja. Oké. Okay, Milan begeleidt bedrijven bij fusies en overnames. En dan vooral de boekhoudingen. Hebben jullie veel dezelfde vrienden? Nee, nul hè? Eigenlijk niet. Nee, niet echt dezelfde. Vroeger op de middelbare school, basisschool, niet echt toch. Hoe vaak zien jullie elkaar? Wisselend. We bellen elkaar wel heel vaak, hè? Wel een paar keer per week. Ja. Ik denk dat ik elkaar om de week zie. Elke week is een beetje te veel, toch? Eens in de 2-3 weken. Oh. We zien elkaar genoeg. Eens in de 2-3 weken. 2 waarschijnlijk. Ja. En wat weten jullie nog niet van elkaar, maar zouden jullie wel willen weten? Ik denk dat we best wel veel van elkaar weten, toch? Nou, dus ik heb wat verhalen te horen gekregen. Precies, ik was best wel goed, toch? Die ik ook best had willen missen. Nee, Jaren weet best wel veel. Vind je dat we te veel van elkaar weten? Laten we het dan zo zeggen. Nee, zeker niet. Ik vind het heel leuk om veel van je te weten. Ja, ik denk dat we tegenwoordig echt veel tegen elkaar vertellen, toch? Bijna alles wel. Ja,
Ik denk ook gewoon, je deelt niet je dagelijks leven, maar als er gewoon grote ingrijpende dingen zijn, dan voelt het gewoon heel natuurlijk om naar je twin te gaan. Ik vertel niet zoveel over werk met jou, dat deel ik eigenlijk niet zoveel misschien. Nee, dat zou ik wel meer willen. Ja. Dan weet je eigenlijk wat ik doe. Ja. Hoe was jij als kind? Ja, super druk, klein en schreeuwig. We hadden zeg maar, we zaten aan tafel met z'n vieren. Dan had je Jara, zat dan daar, papa daar, ik en mama hier. En dan Jara en papa waren alleen maar aan het schreeuwen naar elkaar en aan het praten. En dan, ik was met mama dan wat rustiger. En dan heel af en toe wilde ik dan wat zeggen. En dan werd je zeg maar overstemd door jou en papa. Mm-hmm. Totdat mama zei, oké, nou mag Mila mag dan ook wat zeggen. Ja. En dan zeiden jij en papa altijd tegen elkaar. Als ik drie zinnen had, die zegt, luister jij nog? En dan zei de andere altijd, nee, ik ben niet meer aan het luisteren. En dan ging je weer praten. Dat was een grapje. Ja, dus jij was wel... Of dan jij was, zei hij wel van, ja, jij mag zo iets zeggen. Ja, jij mag zeggen. Dus jij was wel echt lekker een drukke kwerker, toch? Vroeger? Wel aanwezig, ja. Soms ook wel sloop natuurlijk. Tuurlijk. Echt een rommelpotje. Super rommelig en vergeetachtig gewoon. Ja. Altijd mijn slot in mijn fiets laten, sleutel in mijn fietsslot laten zitten dat hij weer gejat werd, dat soort dingen. Zo vaak tegen een stilstaande auto aan gefietst, jij weet wel bloed aankomt. Was je tegen een parkeerde auto gereden. Ja, dan had ik bijvoorbeeld een nieuwe legging of nieuwe schoenen of zo. En dan zat ik ernaar te kijken en dan fietste ik gewoon vol tegen een auto aan. Ja, en ook al wel veel bezig met echt meisjesdingen, toch? Met dressjes en opmaken. Ja, opmaken, Barbie-kleertjes. Ik knipte zeg maar rare krantenberichten uit. Als een soort. Ja, als een soort. Ja, hoe heet dat? Griezelboek. Beetje opvallende, bijna viral potentieberichten over. Mensen die bijvoorbeeld een bakker die een vinger in een brood vond, of een inbreker die met een vis werd neergemerkt en dat soort gewoon rare shit. De vroegere dingen, ja. Maar die wel altijd raar en daar maakte ik dan een soort boekje van. Dus de media zat er wel goed in. En wat is jullie leukste herinnering samen? Ik denk sowieso alle grote vakanties die we elke jaar een maand deden. Ja. Dat is niet één herinnering natuurlijk, maar dat was altijd echt heel erg leuk. Ja, heb ik ook wel, ja. Wat we ook altijd echt heel leuk vonden was spulletjes verkopen op Koninginnedag. Dat was leuk ook, ja. We een winkeltje spelen in het echt. Ja, dat was echt leuk. We gingen altijd een maand met onze ouders een verre reis maken in de zomer. Ja, vanaf 10 of zo. Zoiets. Ja. De eerste keer gingen we naar Amerika en naar Hawaii. Dat was echt geweldig ook. En we gingen ook bijvoorbeeld naar Thailand. Echt dan, dat is dan dus echt 15 of 20 jaar geleden of zo. Zeg maar 20, ja. 20. Ja. Dus toen was het nog niet zo toeristisch als nu. En dan kregen we elke dag... Gingen we ons salaris ophalen bij onze ouders. We hadden dan een eigen slaapkamertje op eigen huisje. En dan mochten we daar de hele dag van leven. En gingen we ook bijvoorbeeld bij de 7-Eleven boodschappen doen. Voor als onze ouders dan bij ons op visite kwamen. En dan gingen we ook met z'n feestje inderdaad. Ja, met hun lievelingschips. En dan gingen we ook met z'n tweeën uit eten en zo. Gingen we de hele dag in alle straten kijken wat ze waar voor pizza's hadden. En films. En films. En dan gingen we dat samen. Dat was echt super leuk. Want je was gewoon een maand non-stop samen. Ja. En Koninginnedag gingen we altijd onze spulletjes verkopen op Haarlemmerstraat. Vond het in het begin sowieso wel leuk, toch? Ja. Wil en Ian, onze ouders, helemaal brak. Die waren dan uit geweest. En Lowlands elk jaar, sorry. Vind ik ook heel leuk. Is ook onze gezellig. Nieuwe traditie. Vind ik echt gezellig. Kijk echt naar uit de tijd. Waren er dingen die jullie vroeger heel stom vonden aan training zijn? Ik kan me ook helemaal niks herinneren dat het echt negatief was. Eén keer toen we op de nieuwe school kwamen, toen zeiden mensen dat wij getrouwd waren, weet je nog? Toen merkte ik er gelijk op om te zorgen dat het niet meer gebeurde. Nooit gevochten, maar toen ging het echt helemaal mis. Ben je dat nog helemaal op de basisschool? Ja. Toen waren we 6 of 7 of zo. En toen kwamen we een beetje van een basisschool die iets meer tijd was. En daar was je gewend dat je wat dikker kreeg af en toe. Was ik 7, maar toen ramden we er gelijk op en toen was het klaar voor. Jij waarschijnlijk. Nee, maar we hebben nooit echt problemen gehad, toch? Nee. Negatieve dingen. We hadden wel nog, soms zeiden we wel van, oh, een klein broertje of zusje zou echt leuk zijn. Ja, dat je die dan samen kan opvoeden. Ja. Dat we die dan helemaal cool zouden maken, hadden we heel erg voor ons, hè? Het was ook niet lachen. Vervelend om in elkaars klas te zitten, want we zaten eigenlijk heel vaak bij elkaar in de klas. Jij deed toch wel eens, als jij moest nablijven van als jij strafwerk had, alsof ik dat dan ook had? Wat? Jij moest een keer naar die bijlesschool, omdat je in de geen goede cijfers had. Dus ik ging niet allemaal zeggen dat ik dat ook moest. Dat kan ik me helemaal niet meer herinneren. Altijd als het bij jaren misging, dan deed ze alsof het bij mij ook misging. Dat jij een... Echt? Jij moest toen naar die bijschool, dat bijlesding van meneer de Rijken. En toen kwamen we thuis, toen kreeg je op je kopje, ja, Milan moet daar sowieso ook naartoe. Jara had altijd een veel beter rapport dan dat ik had. Maar ik kan dat niet helemaal. We vergeleken dat nooit echt. En jij was veel duidelijk. Beter in sport, we hadden echt wel onze eigen dingen. Ja, was niet echt super in sport, was niet moeilijk. Dat was denk ik de eerste keer dat ik trots was, was op Jara toen we drie keer achter elkaar wonnen zo'n prijs bij de tennisclub. Bij het jaarlijkse toernooi. En dat was de aanmoedigingsprijs. Dat
traumatisch, ja. Ja, en ze stopt ook altijd de tennisracket onder de bed, dat ze dan niet naar de tennisles hoeft. Maar iedereen wist dat hij daar lag, dat racket dan natuurlijk. Wie is er ouder? Jan, 10 jaar ouder. 10 minuten. Oh. Zij heb ik altijd tegen jou ook. Oh ja, toen ik jouw leeftijd had en dan over iets wat 10 minuten geleden gebeurd is. Toen ik jouw leeftijd had, dan lukt om bijten. Ben je jaloers op Yara's carrière of Yara op de jouwe? Ik denk dat we echt allebei helemaal niet jaloers zijn op elkaar's carrière. Ik denk dat we hem allebei ook niet zouden willen van elkaar. Nee, willen of kunnen? Nee, nou ik zou dat ook niet. Nee, ja, als nieuwe hoofdredacteur van Linda Meijer. Nee, ik zou dat echt niet kunnen. Nee, ik denk jouw niet. Werk ook, dat zou ik ook geen meter kunnen natuurlijk. Nee, en we zijn ook echt niet jaloers op elkaar. Ik ben echt nooit jaloers nee, op jou. Nee, trots ook juist wel. Ja, echt letterlijk nooit jaloers. Wat er ook zou gebeuren al. Zou die alle miljoenen van de wereld verdienen of allemaal dingen hebben die ik niet had, of weet ik veel wat. Echt nooit jaloers. Ik gun hem voor echt de wereld. Het scheelt denk ik ook al veel als je jong en meisje bent. Ja. Dus dan heb je niet dat je die andere echt had kunnen zijn, dat ze andere dingen goed kunnen. Klopt, ja. Ik denk als je identieke tweeling bent, dat het moeilijker is. Wij werden eigenlijk nooit vergeleken door onze omgeving en ook niet door onze ouders. Ook omdat we echt andere dingen kunnen. Ja, we hebben allebei best wel specifieke dingen die we goed kunnen. Specifieke talenten. En dat werd heel erg aangemoedigd bij ons thuis. En de rest werd niet dan heel erg met elkaar vergeleken ofzo. Nee. Dan moesten we wel allebei ons best doen heel erg op school. Op wat zijn jullie dan het meest trots van de ander wat diegene heeft bereikt? Nou, ik weet nog wel dat jij met dat interview in de Linda Meijer stond in het Parool, zeg maar. Dat je hoofdredacteur was. Dat vond ik wel heel gaaf. Om te laten zien aan mensen en dat je dat had gedaan. Dat was ook een stoer artikel. Toen was ik wel heel trots, ja. Zo lief. Ik, gewoon als ik kijk wat voor leven je voor jezelf hebt gemaakt. Met een super mooi huis, super leuke baan, allemaal leuke vrienden. Dat vind ik gewoon echt heel cool. Het is best leuk om met je broer of zus te doen. Leken jullie als pasgeboren baby's veel op elkaar? Nee. Ik wil echt knapper. Jij was sowieso echt helemaal geen knappe baby. Ik was wel een knappe baby. Ja, dat was een enorm hoofd. Ik was de knapste baby van de couveuseafdeling. Wie heeft dat tegen je gezegd? Ja, mama. Ja. Oh ja, die staat er nu. Jij was het kleinste kind dat ze ooit gezien hadden. We waren helemaal niet af ook, dus we waren sowieso lelijke baby's denk ik. We hadden geen nageltjes en zo. Ja, we hadden nog geen wenkbrauwen. Ja, we leken echt niet op elkaar. Maar ik had wel een groot hoofd in mijn toen. Echt een huge kopje. In tegenstelling tot nu. Ja. Kunnen jullie elkaars gedachten lezen? Nee. Het is niet zo dat je dan weet bijvoorbeeld als de ander iets heeft of zet is of toch. Ik weet gewoon als ik jou bel dat er altijd wat is. Dus ik weet eigenlijk gewoon, ik voel het wel aan. En jij weet dat er bij mij bijna nooit iets is. Dus nee, we kunnen elkaars gedachten wel best wel lezen. Ja, maar ik voel het wel aan. Ik wel dat je als twins een extra speciale band hebt. Je bent gewoon altijd in dezelfde fase op hetzelfde moment. Dat maakt het wel leuk. En je bent echt een team. Ik zou echt, als mijn twin er iets zou gebeuren, zou het echt voelen alsof de helft van mij weg is ofzo. Dat zou echt heel raar zijn. Dit was de Q&A. Denk als jullie nog meer vragen hebben, dan beantwoorden we ze in de comments. Over 10 jaar. Of in 2030. Dat zou leuk zijn. En once per decade. Ja. Mannetjes en ik gaan lekker triviant spelen. Weet alleen. Mannetjes. Wat had ik gezegd? Ik weet niet hoe het moet. Je moet gewoon al die kleurtjes hebben uiteindelijk. Ja. Dus als je hierop komt, dan krijg je een blauwe. Ja, en als je goed hebt, mag je door. Paars. Ja, lekker voor je. Wat is de naam van het schilderij van Vincent Desserio waarop de muziekvideo Famous van Kanye West is geïnspireerd? Oeh. Dat is de huidende Madonna. Doe het nog één keer. Wat is de naam van het schilderij van Vincent? Ik ben nu thuis en ik ga me razendsnel klaarmaken voor een etentje bij Lena thuis. Lena is echt een masterchef en die heeft iets van 12 gangen gekookt of zo voor 12 mensen. Echt crazy. En zoals dat natuurlijk gaat op dagen als deze, loopt alles een beetje uit. Nou, ik denk dat ik nog wel soort van op tijd ben. Ik heb trouwens een pak aan met een zwart BH'tje eronder. En dus ook de... Oké, nee, zo ver kan mijn been niet omhoog. De broek hiervan. Oh, ik heb het zo warm. Kan ik dit even uittrekken? Uh,
Ik heb mascara opgedaan en een paar losse wimpertjes heel snel geplakt aan de zijkant. Ik hoop dat het blijft zitten. Ik ga snel oorbellen in doen en mijn knotje maken en dan ben ik klaar. Nou, ik ben Helena aanbeland. Leen, zie je er beeld schoon en hot uit? Ze heeft een menu gemaakt. Vormgeving, alles. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rechten. Ook dat parelmoerpapier waar het op is. Daar is ze allemaal aan. Ja. Wat zeggen, hebben wij hier allemaal aan? Stek? Ja, pak. Jij pak dit tijdje van Alex Chung. Nee, ja, maar die had ik dus al een tijdje. En ik had die wacht even op mij. There it is. Boom. Let's go. Mijn leven pakken. Lena, wat hebben we hier voor ons? Het is een surprise. Ja. Met een hand. Oké. Okay. Ik ben hier een heel chill spel van niemand precies weet hoe het moet. I am a cat lover and I love to run.